En maar wat goed ook. Dat ze zeiden, weet je wel, we moeten daadkracht tonen. Dit kan echt niet wat er is gebeurd met de toeslagaffaire. Hè? Dus wij treden af. Joe. 2 maanden voor de verkiezingen die überhaupt al gepland stonden. Wat een statement. En wat hebben wij gedaan? We hebben ze gekozen! Wat is er mis met ons? Weet je dat ik denk dat Mark Rutte al heel lang het bedrijfsleven in wil? Ik denk echt dat hij heel vaak bij zichzelf denkt... wat moet ik nou nog meer doen? Om dat domme kutvolk eens een keer op iemand anders te laten stemmen. Laat mij gewoon lekker bij de Shell werken of in de raad van het bestuur van de ING. Maar laat me met rust. Er zijn er natuurlijk wel opgestapt. En die hebben verantwoordelijkheid genomen. Lodewijk Asscher, die is opgestapt. Daarmee heeft hij ons wel opgezadeld met, ja, toch een groter probleem. En dat heet Lilian Ploemen. Kijk, ik ben ontzettend voor vrouwen in de politiek. Ik snap ook niet dat wij nog steeds denken dat we een vooruitstrevend landje zijn. Terwijl, ja, we hebben niet eens ooit een vrouwelijke minister-president gehad. Maar in godsnaam niet Lilian Ploemen. Alsjeblieft. Ik word allergisch van die vrouw. Ik weet niet wat het is. Ook die stem, jongen, die gaat door merg en been. Iedere keer als ik haar stem hoor, moet ik daarna met mijn nagels over een schoolbord krabben. Om gewoon dat kutgeluid in mijn kop te krijgen. Nou, Wiebes, die is ook niet meer teruggekomen. Ja, die zei de toeslagaffaire, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik kan het gewoon niet meer. Had hij niet bij de slachtoffers van de aardbeving in Groningen... die konden het wat hem betreft gewoon schudden. Maar de toeslagaffaire, ja... Maar kijk, het is logisch. Want hij wist toen al wat wij nu pas aan het weten zijn. Sinds 2005 zijn er dus meer dan 3000 kinderen... door de staat weggehaald bij hun ouders. Omdat de staat zei, jij kan niet meer voor je kind zorgen. En waarom kon volgens de staat die ouders niet meer voor hun kind zorgen? Omdat ze hun huis niet meer konden betalen. En waarom konden ze hun huis niet betalen? Omdat ze, ja, zeg maar onterecht, als fraudeur werden aangemerkt... en ja, zoveel moesten betalen, dat ze hun huis niet meer konden betalen. Nou, in de pleeggezinnen waar ze zijn geplaatst... zijn al heel veel meldingen van zwaar misbruik geweest. En nou komt het, en toen viel mijn bek echt op de grond... En dit heeft Pieter Omtzigt naar buiten gebracht. Dat jeugdzorg heeft het lef, het gore lef, om ouders die hun kinderen nog niet terug hebben, te bellen en te dreigen. Als jij de pers opzoekt, krijg je je kind nooit meer te zien. In wat voor land leven wij in godsnaam? Ik dacht dat wij gewoon een simpele narco-staat waren. Maar het is nog veel erger. Nee, maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat niemand... zeg maar, er zijn nieuwe mensen gekozen. Er zitten nieuwe mensen in de Kamer. Even kijken, Sylvana Simons zit in de Tweede Kamer. Dat is de grap. Caroline... van de Boer- en Burgerpartij. Ah, dat vind ik zo'n leuke vrouw. Dat vind ik zo'n leuke vrouw. Altijd sympathiek gezicht. Ja, daar word je toch meteen vrolijk van als je die vrouw ziet. Altijd helemaal opgefleurd. Die kwam ook voor het eerst met een tractor naar Den Haag. Dat ik dacht, lieverd, jij hoeft echt niet met een tractor naar Den Haag te komen, hè? Ik weet heus wel dat jij van de Boer- en Burgerpartij bent. Ja, je bent de enige politicus die er ook uitziet als een varken. Ja! En ik moet uitkijken met deze grap, want zij zal ook zo'n chip in de kop hebben. Dus het gaat ze onthouden. Dit gaat ze onthouden. En die Wopke, hè? Die Wopke moest even het CDA redden. Wopke Hoekstra. Mm-hmm. Is niet helemaal gelukt, hè? Het is ook niet makkelijk als je zeg maar alleen maar lijsttrekker mag worden... omdat Hugo de Jonge geen tijd heeft. Aan die man begin ik ook steeds meer te twijfelen. Die hebben ze gewoon weggestuurd uit het stemlokaal. Omdat hij een paspoort bij zich had. Ja. Wat 5 jaar verlopen was. 5 jaar! Er zaten gaten in!
Wat dacht die gast? Ja, last van muizen thuis. Ik snap er niks van. Nee, maar hoe dan? Ik bedoel, Bobke, ja. Kijk, ik strijd al jaren en ik zeg al jaren dat wij gewoon een corruptieprobleem hebben in dit land. En dat weten we ook allemaal. Ik voel dat ook. Iedere keer als ik het zeg, we weten het. Maar we denken gewoon... Nee, we zijn supergoed met cijfertjes. Dat is gewoon iets anders. Maar Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën... die komt dan voor in de Pandora Papers. Kom op. Dan zet je ons toch gewoon globaal voor lul... En dan ook gewoon geen fout toegeven, hè? Zeg ja, nee, dit is gewoon een goede investering geweest. Was ook maar een heel klein bedrag, hè? Was maar 26.500 euro. Dus waar hebben we het over? Maar ons geld is hij wel kwijtgeraakt, hè? Ons geld, 5 miljard, kan hij niet verantwoorden. Wanneer is de laatste keer geweest... dat jij in Nederland hebt gehoord dat het kabinet zegt... ja, even niet om het een of ander, hè. 5 miljard, het is weg. Hij kon het niet verantwoorden. Hij zei, nee, ik heb het niet, anders had ik het wel geïnvesteerd, weet je wel. Op de Maagdeilanden. Maar, nee, maar, weet je, ik heb nog nooit een uitgave gedaan van 5 miljard... Nee. Ik hoor één iemand lachen. Dat klinkt alsof jij het wel hebt gedaan. Van, sloeber. Maar het eerste waar ik aan zou denken is het bonnetje. Vraag maar aan Fred Teven hoe belangrijk een bonnetje kan zijn. Wat een eikel. En die blijft ook gewoon zitten. Hè? Gewoon, het heeft allemaal geen enkele consequentie. Ach, man. Weet je, het is nu alweer dat, omdat die maatregelen er zijn... dat we nu alweer uitkijken naar de versoepelingen. En niet alleen omdat je dan meer vrijheid krijgt. Voor mij is het ook dat ik dan denk... ik wil dan een bepaalde mensen minder op tv zien. Ja, bijvoorbeeld die Bruls. Hubert Bruls. De man die eruit ziet alsof hij al jaren in lockdown zit. In zijn eigen lijf. De man die eruit ziet alsof hij het vakje van iedere risicogroep zelf wil kunnen aanvinken. Er was een walrus, dachten ze, dat hij gesignaleerd was op de Wadden. Maar dat was gewoon Bruls, die even een weekendje weg was. Bruls is echt zo'n man die dan een verjaardag binnenkomt en voor de zekerheid alle taart eerst zelf opeet. Maar wie ik al helemaal niet meer gewoon wil horen of zien, is die Willem Engel. Daar ben ik toch wel zo klaar mee met die gast. En weet je, het gaat hem niet om jou. Niet om jou, niet om mij, om niemand hier. Het gaat hem niet om burgervrijheden. Hij komt uit een steenrijke horecafamilie. En die balen gewoon dat hun familiebedrijf een beetje verlies leidt. Dat is de enige reden waarom die hele beweging is opgestart. Ik zat laatst trouwens op zijn website kijken. Want je weet, hij heeft een dansschool. Het is een dansleraar. En je weet ook, een dansleraar en een viroloog, dat is bijna hetzelfde. Het is, qua studie komt het zo overheen dat het eigenlijk hetzelfde is. Ja, natuurlijk, er zijn virologen die hebben in iets minder ritmegevoel, maar that's it. Weet je wat er op zijn website staat? Er staat letterlijk, hè? William's energy is endless. His aim is to dance with every lady on the dance floor. And he wants to feel every lady, he wants to make them feel safe in his strong arms. Ik heb het nagekeken. Dat was toevalligerwijs wat jaren geleden ook op de website van Bill Cosby stond. Dat is toevallig. Ja. Die man is ook vrij, hè? Wat fijn. Dan heb je meer dan 75 vrouwen verkracht. Hè?
En dat is een van de ergste dingen die een man of een vrouw kan overkomen. Je wacht heel lang met aangifte te doen, want je durft niet, want het is een machtige man. Bang om niet geloofd te worden. Uiteindelijk kom je wel naar voren, je doet aangifte, hij wordt aangehouden, er komt een rechtszaak, hij wordt veroordeeld, hij komt vast te zitten voor een foutje en het staat weer buiten. Les, je wordt één keer genaaid door Bill Cosby en één keer genaaid door het systeem. En weet je dat deze gast gaat echt niet veranderen met zijn gedrag, hè? Echt niet. Hij is nu ook bijna blind. Dus hij kan nu ook gewoon van een vrouw betasten. En zeggen, oh, sorry, ik dacht dat je het koffiezetapparaat was. Ik wist het niet. Sorry. Kijk, het moeilijke aan die man is... aan de ene kant is het een ongelofelijke viespeuk. Maar aan de andere kant ook een ongelofelijke klootzak. En dat vind ik moeilijk kiezen altijd. Maar ik moet met pijn in mijn hart zeggen... dat hij waarschijnlijk de beste comedian was van de 20e eeuw. In de stand-up comedy was hij ongeëvenaard. Hij deed soms shows van wel 3 uur achter elkaar. Kijk, nu weten we waarom. Dat was in de hoop dat vrouwen in slaap zouden vallen. Hè? Dat scheelde weer wat GHB voor die avond. Hè? Maar dat hij nu heeft aangegeven dat hij opnieuw wil gaan toeren... toen dacht ik echt... Nee, maar hoe dat je het lef hebt. En hoe moet zo'n avond er ook uitzien? Dat je eerst 2 uur een show hebt van Bill Cosby... en dan wordt de avond afgesloten door R. Kelly. Ja, ik weet het anders ook niet. Maar voordat ik weer agressief word... laten we dingen ook benadrukken die positief zijn. Hè? Dingen die bijvoorbeeld niet veranderen. Ook niet tijdens een pandemie. Dat is ook fijn om te weten dat we gewoon nog steeds steunpilaren hebben... waar we op kunnen bouwen. Dingen die niet veranderen tijdens de pandemie. André Hazes junior. Die verandert niet. Is hij bij zijn vrouw? Is hij niet bij zijn vrouw? Is hij wel bij zijn vrouw? Wie kan het schelen? Maar het gaat niet goed met hem. En dat gun je natuurlijk niemand. En dan denk ik wel, weet je wel, die landelijke pers die springt er dan meteen bovenop... En dan denk ik, laat die arme jongen nou toch eens met rust. Hij is al zo mediaschuw. Wat ook nooit zal veranderen, is de ruzie binnen de partij 50+. Dat is gewoon een constante. Vanaf de oprichting van die partij is er al ruzie. Eerst Henk Krol weg. En dit jaar ging de lijsttrekker weg, De Haan. En die nam ook de zetel mee. Wat lullig was, want ze hadden maar 1 zetel. Dus ja... Heel, heel lullig. Dat was, dus die zit nou thuis weer achter de geraniums. En toen dacht Henk Krol, ja, wat nu? En die dacht, weet je wat, ik begin een bed and breakfast. Ja. Het is geloof ik nu alweer ter ziele. Maar weet je, ik dacht... ik weet niet of ik in zijn bed and breakfast zou willen slapen. Nee. Kijk, we weten niet heel veel van Henk Krol... Maar 1 ding weten we zeker. Henk doet echt alles om in de kamer te komen. Ja, deze duurt altijd even iets langer. Maar hij klopt, ja. Maar misschien dat het heel goedkoop logeren is bij hem. Hè? Want ik bedoel, hij is nooit heel goed geweest met cijfertjes. Stroopavonds declareren en zo. Maar dat is allemaal geen corruptie. Dat is allemaal prima. Kijk, wat ook niet zal veranderen helaas... Is de situatie natuurlijk in Israël dit jaar ook weer uit de klauwen gelopen. 4 Palestijnse gezinnen moesten hun huis uit om plaats te maken voor 4 Israëlische families. En toen werd er ook een man geïnterviewd in die straat, een Israëlische man. En die werd gevraagd, wat vind je hiervan? En die zei, eindelijk! Ik kan niet snappen dat het zo lang heeft geduurd. Toen dacht ik, wat moet er dat een klote buurtbarbecue zijn geweest tot nu toe? Oh, kijk, en ik ben pro-Israël. Dat is een steeds minder populair standpunt. Maar ik vond het ook niet slim van die Palestijnen... om dan heel veel raketten richting Israël te sturen. En te schieten. Want ja, die komen dan weer neer op huizen van Israëli's. En waar willen die dan wonen? In de huizen van de Palestijnen. Begin het gesodemieten weer opnieuw. En ik lig dan echt 's avonds in mijn bed. Want het gaat me zo aan het hart. En dan denk ik, zou ik ooit iets kunnen bedenken... wat een oplossing kan bieden daar? En weet je, Den Haag, ik wil niet pocherig klinken. Maar ik denk dat ik het heb gevonden. We sturen meester Henk Visser erheen.
Als er eentje verstand heeft van erfgrenzen, waar de tuin van de ene ophoudt en de andere tuin begint, dan is hij het. Sturen we die Victor Brandt mee. Niet dat hij iets toe te voegen heeft. Hè? Maar dan zijn we ook van die gast af.